Hallo, wij vertellen u graag iets meer over de richting Humane Wetenschappen op het Sint-Bavo Humaniora. Benoit, je bent de leerling in Humane. Waarom heb je die richting gekozen? Ik ben heel geboeid door de mens en hoe de mens in onze samenleving staat. Inderdaad, in de richting Humane Wetenschappen ligt de focus vooral op de mens. De mens in relatie met de samenleving, in relatie met de maatschappij. En we doen dit altijd vanuit een onderzoekend perspectief. Dus dat onderzoekende aspect vindt de focus in alle drie de richtingsspecifieke vakken, zowel filosofie, psychologie, sociologie als kunstbeschouwing. Benoit, jij hebt het vak psychologie, sociologie momenteel. Wat zie je zo allemaal in dat vak? Hierbij bekijken we de mens op een andere manier. We bestuderen hier de adolescentie en we kregen ook een theoretische omkadering waardoor we hierdoor onze eerste stappen in een wetenschappelijk onderzoek konden zetten. Op die manier konden wij een kritische mening vormen. Het is dus inderdaad zo dat binnen het vak psychologie en sociologie de nadruk wordt gelegd op de mens, maar dan vanuit een pedagogisch perspectief. Binnen het vak filosofie leggen wij ook de nadruk op de mens. Wij onderzoeken wie de mens is, maar vanuit een filosofisch perspectief. We gaan dus in gesprek met antieke filosofen, maar ook hedendaagse filosofen. We proberen een kritische mening gegrond te onderbouwen en wij leren eigenlijk een filosofische grondhouding aan. De nadruk op de mens komt ook terug in het derde richtingsspecifieke vak, kunstbeschouwing. Binnen het vak kunstbeschouwing ligt de nadruk ook op de mens, maar binnen dit vak krijgt de leerling de kans om de eigen verbeeldingskracht vorm te geven en te versterken. Ben je geïnteresseerd in de mens, de relatie tussen mensen en de samenleving, dan is de richting Humane Wetenschappen zeker iets voor jou.